nummer 3. 6-jarige boys met Oegema, met Kuipers, met Grob, met Hesseling, met Otten en Oplaat. Nou, we kijken wie die heel snelle man is. Hij komt uit Nijverdal, Luc Kuipers. Met aan zijn achterwiel is het Rink Oegema. En de rest zit allemaal dicht bij elkaar. Probleempjes voor onze vriend Hesseling. Gaat eventjes van de trappers af. Kent even een probleem om hier goed die bocht door te komen. En dan heb je inderdaad een hele grote achterstand. Maar je zit dus wel in die finale. In die finale van de jongens van 6 jaar. En dan heb je heel goed werk verricht vandaag. En dat geldt ook voor Michel Hesseling. Koploper, hij is hem hoor. Luc Kuipers aan de leiding voor Rink Oegema op plaatsje nummer 2. En uitkomend voor Raalte, Ronnie Otten op 4. En er tussenin zit voor Hengelo Jesper Grob op die derde positie. En de supporters die staan voor hem ook hier richting die finishlijn. Supporters dus voor Jesper Grob. Koploper nog steeds, Luc Kuipers dus aan de leiding. Hier in Hengelo vanmiddag bij de mannen van 6 jaar. Heel dicht erachter, daar blijft hij volgen hoor. En hou hem in de gaten, die Rink Oegema. Ook man voor de toekomst. Kuipers dus aan de leiding. Richting die finish. Komt er nog verandering in? Jesper Grob en natuurlijk op 3. Jesper Grob op 3.